Op Sportpark Essenberg op de grens van Groningen en Haren speelt FC Groningen een oefenwedstrijd tegen de kersverse topklasser Bikwik. Een wedstrijd die de komende jaren moet uitgroeien tot een vaste traditie. De opbrengst van de Stadsderby gaat naar de stichting FC Groningen en de Maatschappij en dus verricht de voorzitter van de stichting, commissaris van de Koning Max van den Berg, de aftrap. Dames en heren, geeft u de commissaris van de Koning een hartelijk applaus. Dames en heren, Max van den Berg. Na 4 minuten krijgt FC Groningen de eerste kans van de wedstrijd. Sherry vindt met deze no-look pass Zeefuik die de bal net voor het doel van Bikwik-keeper Hendrik Snijders langs werkt. En die Snijders kipt in de eerste helft een uitstekende wedstrijd. Dit is opnieuw Zeefuik die Jesse Renke, ex-FC Groningen, uitspeelt met rechts inschiet, recht op Snijders. Björn Adams zorgt er dan voor dat Zeefuik niet opnieuw gevaarlijk kan worden. Zeefuik die in de competitie als invaller al 2 keer wist te scoren. We zijn nog maar 12 minuten onderweg als Sherry aan de basis staat voor kans nummer 3 van FC Groningen. FC Groningen had al lang op voorsprong kunnen staan, maar Snijders weet dat tot nu toe te voorkomen. De hoekschop die erop volgt levert niets op en dus is het nog steeds 0-0. Dan is het de 25e minuut als Sherry deze paas verstuurt op Van der Velde. Van der Velde komt oog in oog met Snijders en weer is het Snijders die als winnaar uit de strijd komt. Het wachten is op het openingsdoelpunt van FC Groningen. Van der Velde stuurt met deze samba-actie 2 verdedigers het bos in. Probeert het met dit schot vanaf een meter of 20. En deze keer krijgt Snijders hulp van de lat. Het zit FC Groningen en Van der Velde ook niet mee. Gezien de vele kansen had FC Groningen na de eerste helft al zeker op een 2-0 voorsprong moeten staan. En dat is iets waar trainer Erwin van der Looy niet tevreden over kan zijn. In de tweede helft is David Teixeira in de ploeg gekomen voor Sherry. Dat betekent meer stootkracht voorin en dat levert in de 51ste minuut een penalty op. Als Sander van Dijken Teixeira onderuit haalt. En terecht wijst scheidsrechter Henk Steenhuis naar de stip. Zeefuik benutte vorig seizoen al 2 keer een penalty. En ook nu laat hij invallenkeeper Frank Harms kansloos. En zo is na 50 minuten spelen eindelijk de band gebroken. Kort na de 1-0 krijgt Bikwik de kans om weer naast FC Groningen te komen. Van der Ley probeert met deze stift Marco Bizot te passeren. Dan is daar David Modderman in de rebound en hij kopt over. Dan zijn we halfweg de tweede helft als we het mooiste moment van de wedstrijd zien. Deze paas met buitenkant rechts van Rasmus Lindgren. Precies in de loop van Zeefuik. En Zeefuik weet wel raad met de geboden ruimte. 2-0 voor FC Groningen. Dan heeft FC Groningen de overwinning in feite al binnen. Zeefuik die zich zo ontpopt als een echte afmaker. Dan gaan de credits vooral naar Lindgren met een prachtige voorbereiding. 64 minuten FC Groningen voert de score dan verder op. Lindgren. Zeefuik. Teixeira laat de bal gaan voor Zeefuik. Die met links uitstekend binnenschiet. Een glaszuivere hat-trick van Zeefuik die ervoor zorgt dat FC Groningen de Stadsderby tegen Bikwik met 3-0 wint. Erwin, tevreden over de wedstrijd? Ja, we hadden nog wel wat goals bij moeten maken, naar mijn idee. Kansen genoeg. Af en toe was het wat slordig. Maar ik denk prima wedstrijd, ook voor het publiek. En ik vond dat Bikwik prima tegenstand bood. Dus goed. Ja, die kansen waar je op doelde, was dat met name in de eerste helft? Ja, in de eerste helft kregen ze wat kansen. De tweede helft ook nog wel los. Genero had er nog wel 2 bij kunnen maken, tweede helft. Teixeira nog 2 grote kansen. Dus waren vooral wat slordig in, op het laatst. Ik wilde iets te mooi doen met steekballetjes. Iets zakelijker, maar voor de rest prima. Wel belangrijk dat je ze creëert. Ja, nou ja, we creëerden dus dat. Ik vond 1 fase in de eerste helft dat we echt slordig werden en niet in de positie liepen. Voor de rest was het goed.